allemaal, we zijn hier op Amsterdam Centraal en we gaan vandaag een spoorbrug laten ploffen. En Geert-Jan, die weet hoe dat in zijn werk gaat. We gaan het hem vragen. Kom maar mee. Hoi Geert-Jan. Hoi Marieke, welkom. Ik hoor dat jullie een spoorbrug gaan ploffen vandaag. Ja, dat klopt. Hoe gaat dat in zijn werk? Kom maar mee, dan laat ik het je zien hoe we dat doen. Leuk. Nou, wat je hier ziet is eigenlijk live dat ze de ladingen op hun plek laten zakken, in die gaten. Zodat op de juiste plek de plof geeft. En dan is zo'n deel van een brug vergruist. En dan kan je daarna met die knijper die daar eigenlijk al klaar staat, kun je de betondelen uit elkaar frikken. En die voeren we dan weer af in een container. En dan is eigenlijk de brug weg. En die stenen, waar zijn die dan voor? Nou, die stenen hebben ze eigenlijk daar bovenop gelegd, zodat de draden heel blijven, want ze zijn natuurlijk kwetsbaar. Op het moment dat ze daar die zware matten overheen gaan leggen. En die matten zijn weer bedoeld om te zorgen dat er niks kan wegspringen als straks geploft wordt. Yeah. Nou Geert-Jan, dankjewel. Ik vond het heel leuk allemaal om te zien. Graag gedaan en tot de volgende keer. Yo.